Edwin Benne aan de opslag. 8-6 voor Nederland. Het gaat beter met Peter Blanchet als spelverdeler. Schitterend verdedigd. Ron Zootsma. En Rob Grabert scoort het 9e punt. 9-6. Nederland duidelijk beter in die tweede set dan in de eerste set. Italiaanse team. Zal de Iraakse VN... In de voorronde van de World League hebben ze met de tweede keuze gespeeld. Omdat de allersterkste spelers met de play-offs in Italië. En hier staat hetzelfde team wat Nederland declasseerde op de Europese kampioenschap in Stockholm in oktober. Toen won men met 15-7, 15-3 en 15-2 in 59 minuten van het Nederlands team. En nu gaat het aanmerkelijk beter met het Nederlands team. Rob Grabert. Harry Brokking met naast hem Teun Buijs, die vandaag zijn laatste wedstrijd speelt voor het Nederlands team. Hij neemt afscheid van dat Nederlands volleybalteam en gaat in de competitie in België spelen. Goed verdedigd, goed blok van Nederland. Vooral via Peter Blanchet. Cantagalli. En een lachende Harry Brokking. 10-7. Schitterende middenaanval. Andrea Lucchetta, de aanvoerder van de Italianen. De Giorgi is de tweede spelverdeler. Paolo Toffoli gaat eruit. De dubbele wissel. De Giorgi op rechtsachter. En Marco Martinelli op linksvoor. Dit is de Giorgi. Spelverdeler in het Italiaanse Montichieri. Henk-Jan Held raakt hem niet goed, maar via de handen van een Italiaanse speler side-out voor Nederland. Henk-Jan Held, beste aanvaller van alle 8 teams die aan de World League deelnamen. Maar hij hecht daar niet zoveel waarde aan. Individueel zegt het me niet zoveel. Ik ben afhankelijk van alle andere leden van het team. Andrea Lucchetta op de voorgrond, aanvoerder. Cantagalli. Peter Blanchet, Zootsma. Nee, zwerven. Zootsma springt wel, maar zwerven krijgt de bal. Italiaanse verdediging gepasseerd. De Giorgi. Te moeilijke setup voor Lucchetta. Bernardi. En weer Bernardi, maar het ijzeren blok van Edwin Benne en Ronald Zootsma. Eerste set dus 15-7 voor het Italiaanse team. Nu 11-7 en 12-7 via het blok van Ronswerven. En het time-out van Julio Velasco, de succesvolle trainercoach van het Italiaanse team. Italië, dus Europees kampioen in 1989. En daarna tweede in de wereldbeker achter Cuba. Met Cuba waarschijnlijk op dit moment het sterkste team van de wereld. Andrea Giorgi, speler van Parma. Slechte stop. Peter Blanchet is er even niet mee eens. Italianen komen terug tot 9-13 na een 13-8 voorsprong van het Nederlands team. Edwin Benne kreeg hem niet goed, de setup. En via de handen van Peter Blanchet en het net. 10e punt voor Italië. Zwerver. Net als gisteren in de wedstrijd tegen Brazilië, aanvallend zeer goed op de dreef. Henk-Jan Held.
Van achter de 3 meter, Andrea Zorzi, het kanon van de Italianen. Geen goed blok van Ron Zwerver en Ronald Zootsma. Cantagalli. Geen lekkere setup. Moeilijk. Goeie rally. Toffoli. En weer Zorzi. Het is 11-13. Nederland moet oppassen. 13-8 voor. Nu 13-11. Na die afdroger tijdens de Europese kampioenschappen, terwijl Edwin Benne de bal in het net slaat en het 12-13 is, na die afdroger tijdens de Europese kampioenschappen in Stockholm heeft Nederland niet meer tegen Italië gespeeld. En het was de vraag hoe ze mentaal tegen het Italiaanse geweld zou op kunnen. Of ze nog een angst hadden voor Italië. In de eerste set met Avital Selinger liep het minder. Nu met Peter Blanchet gaat het veel beter, maar de 13-8 voorsprong is gewijzigd in een 13-13 gelijke stand, omdat de scheidsrechters deze bal uitgaven terwijl Zwerver hem duidelijk inzag. En hij was ook in. Pech even, maar het is nog open. Maar hier is het 14-13 voor de Italianen en dan ziet het er toch heel donker uit voor het Nederlands team. 13-8 voorsprong dus, 14-13 achter en een setachterstand van 1-0. Kijken wat Nederland nog kan. Blanchet, prachtige aanval in het midden. Rob Grabert, opslag terug naar Nederland. Ronald Zootsma. Hoog buitenkant. Niet aangeraakt, zegt het Nederlands team. Bal is uit. En de scheidsrechter volgt dat advies van de Nederlandse ploeg. ...14-14. Prachtige aanval door het midden. Heel snel. Van Andrea Gardini, speler van Treviso, op de perfecte setup van Paolo Toffoli. Andrea Anastasi. Een bal die in het midden komt. Rob Grabert komt eraan, maar het blok van de Italianen, met name deze man, Andrea Zorzi, is ijzersterk. 15-14 en setpoint voor de Italianen. En weer een moeizame setup van Peter Blanchet. En hier de hele slimme bal via het blok van Andrea Zorzi. En Julio Velasco is blij. Het is 2-0 in sets voor de Italianen. Belde uit de derde set met nog steeds Peter Blanchet in de spelverdeling. Het is 13-14. Bal gaat uit. 14-14. 2-0 achter, 14-14 in de derde set. Blanchet. Mogelijkheden om te scoren nu. Blanchet, zekere man, Zwerver. Maar het Italiaanse blok zit goed. En via de handen van het Nederlandse blok slaat Bernardi de bal uit. En het is opslag voor de Italianen. Twee coaches. Rocking lacht. Velasco gespannen. Zwerver. Opslag terug bij Nederland. 1 uur en 35 minuten gespeeld. Een spannende strijd. Nederland absoluut niet weggespeeld tegen de Italianen. En ze hebben nog kansen om er een volgende set uit te slepen. Ron Zwerver neemt veel risico met zijn sprongservice. Rocking kan erom lachen. Ik denk dat hij al blij is dat het Nederlands team duidelijk gestegen is ten opzichte van de Italianen. Tegen het net aan van Ronald Zootsma.
En u hoort het Japanse publiek. Matchpoint voor de Italianen. Teun Buijs gaat eruit. De derde set kwam er dus nog één keer in. Laatste wedstrijd, 313 interlands heeft Teun Buijs gespeeld. En Paolo Toffoli voor de misschien laatste opslag. 15-14 voor de Italianen. Goed blok van de Italianen. En dat betekent de overwinning voor Italië in de World League. Nederland verdienstelijk tweede. En de Brazilianen die voor deze wedstrijd van de Russen wonnen, worden derde. En Brokking met Peter Blanchet, de gaande spelverdediger.